Gisteren, de eerste dag, hebben we vooral gekeken naar hoe je omgaat met angsten. Hoe je omgaat met emoties. We hebben gekeken naar persoonlijk leiderschap. Dat je je leven moet leven op basis van je eigen regels. Meer over die eigen regels, je persoonlijk statuut, gaan we vanmiddag uitwerken. Vandaag gaan we het ook hebben over geld, over tijd. Ik ga je mijn 12-stappen-strategie uitleggen. Hoe je je dromen kunt waarmaken. We hebben gisteren gekeken naar design your own life. Leef je mooiste leven. Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Vandaag gaan we invulling geven aan hoe je dat mooiste leven ook daadwerkelijk kunt gaan realiseren. In de komende weken, maanden, jaren. We begonnen gisterenochtend met mindset. De kracht van gedachten. Alles begint met een gedachte. Je denkwijze. Waar komt die denkwijze vandaan? Conditionering. Een makkelijke manier om conditionering nog eenvoudiger uit te leggen is taal. Zijn er mensen hier in de zaal die Chinees spreken? Niet één? Eentje. Vinden wij Chinees een lastige taal? Lastig. Chinees is moeilijk, toch? Lijkt mij niet eenvoudig. Toch zijn er meer dan 1 miljard mensen die met gemak elke dag Chinees praten. Heeft te maken met conditionering. Mensen in China zijn opgegroeid met de Chinese taal. Voor die mensen is het heel eenvoudig. Wij spreken Nederlands. En zelfs binnen de Nederlandse taal is er een groot verschil. Kom je uit Friesland, Zeeland of Limburg, dan heb je een andere manier van spreken. Je gebruikt andere woorden. Dat is conditionering. Je wordt geprogrammeerd door de mensen om je heen. Sociaal erfgoed. Dat bepaalt ook je denkwijze. En daarom maakt het niet uit welke kleur je hebt, waar je vandaan komt. Alleen het denken verschilt hoe wij zijn. Het enige wat ons van elkaar onderscheidt is hoe wij denken. Onze denkwijze. En die bepaalt uiteindelijk je gedrag. Je persoonlijkheid. En dus ook de resultaten die je zult behalen. We hebben het gehad over emoties. Over het verleden en de toekomst. Zie het verleden als een school. Een school met lessen. Alles wat je hebt geleerd, alle vakken die je hebt doorlopen in het verleden, daar heb je iets van kunnen leren. Het is aan jou of je de les eruit haalt natuurlijk. Het is aan jou hoe je ermee omgaat. Blijf je maar hameren op die 3 of die 4, die onvoldoendes die je hebt gekregen van het leven. Of denk je, daar kan ik iets van leren. Ik heb daar iets niet goed gedaan. Wat zou ik de volgende keer beter kunnen doen? Het verleden is wat het is, je kunt het niet veranderen. Wat je wel kunt veranderen is hoe je ermee omgaat, hoe je erover denkt. Als we kijken naar de toekomst, is dat de belofte. En feitelijk is de toekomst datgene wat je vandaag hier nu creëert. Design your own life. De meeste mensen zijn drukker met het organiseren en het voorbereiden van hun vakantie en hun huwelijk, dan met het plannen van hun leven. En daarmee wil ik niet zeggen dat je alles in je leven moet plannen. Maar als je geen doelen stelt, als je niet daadwerkelijk weet wat je bestemming is waar je naartoe gaat, dwaal je in mijn optiek doelloos door het leven. Daarom zeg ik, stel doelen. Design your own life. Wat wil je echt? Hoe zou je willen dat je leven eruit ziet? Over een week, over een maand, volgend jaar, de komende 5, 7 jaar. En dat zijn geen eenvoudige vragen. Hoe zou je willen dat je leven eruit ziet straks? Wat zou je moeten veranderen nu in je dagelijks leven om daar te komen waar je wilt zijn? Waar sta je nu? Waar wil je naartoe? En wat houdt je tegen? Daarover hebben we het gisteren uitgebreid gehad. Heeft iedereen een beetje opgeschreven hoe zijn mooiste leven eruit ziet? Ja? Is het duidelijk? Zijn er mensen die een beslissing hebben genomen? Ik ga je vandaag vragen, nadrukkelijk, om een beslissing te nemen. Elke keuze die je maakt bepaalt de koers van je leven. Elke keuze die je maakt, elke beslissing die je neemt, die leidt je in een bepaalde richting. En die richting zal je brengen bij een bepaald doel. Als je niet zelf dat doel bepaalt, als je niet zelf invulling geeft aan hoe je je leven wilt leven, dan zul je ontdekken dat je het leven gaat leven wat anderen van jou willen, wat anderen van je verwachten. En als je dat gaat doen, is de kans groot
dat er een dag komt dat je teleurgesteld raakt. Dat je denkt, is dit het? Doe ik het hiervoor? Je bent je te veel gaan gedragen zoals jij denkt dat anderen willen dat je bent. En het probleem daarvan is dat je feitelijk hier staat in het middelpunt van je leven. En steeds verder ben je afkomen te staan van wie je diep van binnen echt bent. Sommige mensen leven hun hele leven met een masker op, spelen een rol. Het leven is misschien één groot toneelstuk, maar probeer wel je eigen rol te blijven spelen. En op het moment dat je voelt dat je te ver van jezelf bent komen af te staan, zul je merken dat je last krijgt van angsten en onzekerheid. En uiteindelijk dat je eraan onderdoor kan gaan. En dat is één van de redenen. Een van de redenen dat er zoveel mensen in Nederland ongelukkig zijn, depressief zijn, last hebben van burn-outs. Meer dan 1 miljoen mensen zitten aan antidepressiva. Dat betekent dat er iets structureels mis is in de samenleving. Want op het moment dat jij kunt bepalen wat je wilt in je leven, en daarmee zeg ik niet dat alles maakbaar is, maar het leven is maakbaar voor wie daarin gelooft, grotendeels maakbaar. Dan betekent dat dat jij bepaalt wat je wilt. En dat je daarna op basis van een bepaalde strategie daar invulling aan gaat geven om die doelen te behalen. En dat geeft een gevoel van geluk, succes, voldoening. Want uiteindelijk gaat het daarom dat je een gelukkig leven leeft. En daarom ook de vraag, wat maakt je blij? Wat maakt je echt gelukkig? En dit lijken allemaal van die eenvoudige vragen. Maar je kunt er maanden, jaren over nadenken. Ik heb met de coaches gesproken vanmorgen en we hebben ook teruggehoord dat best een aantal mensen in de zaal gisteren zei, ja, wat hij vertelt, dat weet ik allemaal al. Dat weet ik. Ik vertel niks nieuws. Er is namelijk niets nieuws te vertellen. Wat ik vertel, dat is duizenden jaren oud. Ik vertel het misschien in een moderne versie. Het staat in oude boeken als de Bijbel, de Tao Te Ching. Het is niks nieuws. Het is een universele denkwijze. Alleen, wij zijn in ons drukke bestaan van vandaag de dag misschien een beetje die wijsheid kwijtgeraakt. Daarom wil ik dat graag met je delen. Het is niks nieuws. En je kunt natuurlijk zeggen, ik weet het allemaal al. Ik weet het echt allemaal. Maar als je het dan zo goed weet, waarom doe je er niks mee? Heel eerlijk. Het is toch pure dwaasheid. Ik durf bijna te zeggen dom. Als je hardop gaat uitspreken dat je het allemaal wel weet, waarom leef je dan niet je mooiste leven? Waarom heb je dan al die shit en al dat gezeik met mensen om je heen? Waarom heb je die paniek in je hoofd? Ik heb 600 vragenlijsten gelezen. Iedereen is op zoek naar rust in zijn hoofd. Helderheid, heeft last van onzekerheid en angsten. Als je het allemaal zo goed weet, heb je daar geen last van. Probeer eerlijk te zijn. Als je het gisteren nog niet hebt gedaan, probeer vandaag eerlijk te zijn naar jezelf. Zet je masker even af. Je hoeft de schijn niet op te houden. Niet voor mij. Niet voor de mensen om je heen. Doe het voor jezelf. Wees eerlijk. Maak die verbinding met jezelf. Ga terug naar je eigen innerlijke kracht. Persoonlijke kracht. En dan zul je zien dat je bijna onoverwinnelijk bent. Als je je niks meer aantrekt van wat anderen van je vinden, wat anderen van je zeggen. En nogmaals, daarmee roep ik niet dat je egoïstisch hoeft te zijn. Dat je niet voor anderen hoeft te zorgen. Dat je geen rekening houdt met andere mensen, maar wel dat jij je leven leeft op basis van jouw eigen regels. Dit is belangrijk. Succes is een filosofie. Het is een levensinstelling. Het is een denkwijze. Je kiest ervoor. Succes is iets wat je kunt oefenen. Het is een vak. Wat is succes? Misschien kan je jezelf niet herinneren, maar je ouders waren heel erg blij toen je niet meer in je broek poepte. Dat is toch wel een succesmoment. Wie heeft het gevoel dat hij nog nooit een groot succes in zijn leven heeft behaald? Ik help je. Het allereerste moment dat je hier op aarde kwam. Stel je eens voor, 9 maanden... gewacht. Maar daarvoor was er een wedstrijd. Een wedstrijd tegen miljoenen. En die wedstrijd heb jij gewonnen. De allereerste wedstrijd in je leven heb je gewonnen. En daarom ben je nu hier. Je was de snelste.
Een aantal mensen dacht daarna, ik heb 1 keer hard gelopen in mijn leven. Dat doe ik nooit meer. Dat zijn die mensen die de rest van hun leven dachten, ik blijf lekker zitten waar ik zit, ik doe niks meer. Ik word lekker ongelukkig, ik ga klagen. Ik ga een pilletje nemen, misschien word ik daar blij van. Maar jij zit hier vandaag met een reden. Wat is de reden dat je hier bent vandaag? Omdat je een droom hebt. Omdat je iets wilt. Omdat je verlangens hebt. Misschien omdat je iets goed wil maken met jezelf. Omdat je je angsten wil overwinnen. Omdat je diep van binnen weet dat je het kan. Je wil je mooiste leven leven. Voor jezelf en voor anderen. Om het te delen met de mensen om je heen. Om meer te gaan leven vanuit vertrouwen, vanuit liefde. Dat is waarom je hier bent vandaag. Succes is een levensinstelling. Het heeft te maken met je denkwijze en denkwijze is een mindset. Er zijn 2 soorten mindsets. De positieve, op groei gerichte mindset en de negatieve mindset. Als je een negatieve mindset hebt, zie je alles donker. Het glas is altijd half vol. Als je een positieve mindset hebt, dan zie je altijd de hoop. Je ziet de kansen. Mensen met een op groei gerichte mindset geloven erin dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Als je hier zit, moet je een op groei gerichte mindset hebben. Anders zou je hier niet zitten. Een aantal van je vrienden, mensen in je omgeving, die zal hebben gezegd, wat ga je daar doen 2 dagen? En dan ga je ook nog zoveel geld voor betalen. Goed, moet je kijken wat je daar allemaal voor kan doen. Je kan het ook uitgeven. Mensen die rijk worden in hun leven, en daarmee bedoel ik niet alleen financieel, geven hun geld niet uit. Mensen die rijk worden, investeren. De meeste mensen geven hun geld uit. Ze verdienen 1 euro, geven 1,5 euro uit en leven hun hele leven in schuld, met zorg. Het draait niet alleen om geld in deze wereld. Maar rijk worden is een mindset. Het is een keuze die je maakt. Op groei gerichte of een statische mindset. Voorbeelden van de statische mindset. Mensen die het allemaal wel weten. Ik weet het allemaal. Maar weet je wat je zegt als je het allemaal weet? Ik hoef niks meer te leren. Ik kan niks meer leren, want ik weet het allemaal. En vroeger dacht ik ook dat ik alles wist. Ik was zo'n recalcitrant, irritant ventje. Die het altijd beter wist. Altijd. Zelfs toen ik de eerste keer met mijn zakelijk mentor zat, Dan Peña. Hij was toen 52, ik was 29. De man die 100 miljoenen had verdiend, vele zakelijke transacties had gedaan. Die mij ging vertellen hoe ik zaken moest doen. En ik had daar zo mijn eigen visie over. En toen hij me waarschuwde, dat hij zei, Mike, je hebt een prachtig bedrijf opgebouwd binnen 1 jaar. Meer dan 20 miljoen omzet, hartstikke fantastisch. Maar je bent een klein ventje in een korte broek die er echt geen verstand van heeft. En je doet zaken met doorgewinterde zakenmensen. Het moment dat ze jou niet meer nodig hebben, geven ze je een rotschop en trappen ze de straat op. Letterlijk. En ik dacht, ouwe, kom op. Know who you're talking to. En hij had gelijk. 2 jaar later werd ik op straat gegooid. Wat is de les? Oudere, wijze en vooral ervaren mensen met een track record, mensen die het alles gedaan hebben, die het bewezen hebben, daar kun je iets van leren. Mensen met een statische mindset vinden rijke mensen irritant, vervelend, gemeen, want die hebben het geld gejat van mensen die het zo goed kunnen gebruiken. We hebben gisteren uitgelegd dat heel veel rijke mensen heel veel delen, heel veel weggeven. En heel veel succesvolle rijke mensen zijn uit de goot gekomen. Kwamen van heel ver beneden. Het grootste probleem voor de meeste mensen is dat onze comfortzone veel te groot is. Wij hebben geen noodzaak. Wij hoeven helemaal niet. Het is goed zoals het is. We nemen geen risico. We zijn bang om te verliezen wat we hebben. Mensen die succesvol worden, durven hoger in te zetten. Mensen met een op groei gerichte mindset denken, als die man het heeft bereikt, als die vrouw het voor elkaar heeft gekregen, kan ik misschien iets van die persoon leren? Misschien moet ik die persoon bestuderen. Dit is een voorbeeld. Een role model. Zo had ik in mijn leven vele voorbeelden.
Toen ik ging zeilen was Henk de Velde, een van mijn grote helden, een voorbeeld. Ik wilde de wereld rondzeilen en ik dacht, wie zou mij dat beter kunnen uitleggen dan de man die 6 keer solo de wereld is rondgezeild? Henk de Velde. Ik kende hem niet. Ik zocht hem op internet. Ik zag dat zijn boot te koop stond. Ik stuurde een berichtje. Ik zeg, mag ik je boot kopen? Mag ik komen kijken? Voor mij was dat een manier om met hem in contact te komen. En we kwamen in contact en we werden goede vrienden. En een paar jaar later heb ik zijn laatste reis gesponsord. Dat kon ik doen, omdat ik geld had verdiend. En ik gunde deze man om zijn droom nog eens waar te maken. In ruil voor alles wat hij me had geleerd, wilde ik hem met liefde sponsoren. Joop van den Ende, wat ik je gisteren vertelde. Grote inspirator geweest in mijn leven. Iemand van wie ik veel heb geleerd, heel veel heb geleerd. Wat leerde ik van Joop? Joop zei, je moet mensen aandacht geven. Wij willen aandacht. Jij, ik, jij. Wij willen aandacht. Aandacht en liefde en erkenning. En Joop van den Ende droeg zijn sterren op handen. En natuurlijk, hij is een hele goede zakenman. Maar hij zorgde goed voor de mensen die voor hem belangrijk waren. Want je hebt een gemeenschappelijk doel. Houd dat in gedachten. Mensen willen aandacht. Thuis willen ze ook aandacht. Iets anders wat ik leerde van een van mijn zakelijke mentoren. Die zei, Mike, veel mensen zeggen dat ze geld niet belangrijk vinden. Daarom komt het niet naar ze toe. Veel mensen die arm zijn, vinden geld niet belangrijk. En toen zei hij, stel je voor dat je dat eens een week thuis zegt tegen je partner. Goedemorgen, ik vind jou niet belangrijk. Hoe was je dag vandaag? Ik vind jou niet belangrijk. Doe het eens een week thuis. Roep maar hardop dat je de liefde van je leven, je kind, je partner, je ouders niet belangrijk vindt. Dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Op een moment nemen ze afstand van je. Het is toch logisch dat als je hardop uitspreekt dat je iets niet wilt, dat het niet naar je toe gaat komen. Behalve negatieve gedachten waar we het gisteren over hebben gehad. Als al je gedachten continu maar negatief zijn ingesteld. Je overheersende gedachte is negatief. Je bent altijd maar bang voor wat er eventueel gaat gebeuren. Waarvan we gisteren hebben uitgelegd dat in 95% van de gevallen je meest dwaze denkbeelden, je grootste nachtmerries, nooit waar worden. Dus je hoeft er niet bang voor te zijn. Maar als dat is wat je keer op keer herhaalt, dan zal dat je werkelijkheid zijn. Net zoals dat je gaat geloven in van die affirmaties als ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Dat kan ik niet. Omdat ze je dat hebben wijsgemaakt vroeger. Omdat jij het bent gaan geloven. En je gelooft in je eigen waarheid. Maar als je leeft vanuit bewustzijn en je krijgt het inzicht na dagen als deze, dat jij kunt bepalen welk leven je wilt leven. Dat jij kunt bepalen wat de richting is van je leven. Wat de koers is van je leven. Waar je naartoe wilt. Welke bestemming voor jou bepaald is. Dan kun je zeggen, ik leef mijn mooiste leven. Elke ochtend als ik opsta, bepaal ik wat ik ga doen. Ik sta op met een lach. Ik leef vanuit liefde en vertrouwen. Ik leef mijn mooiste leven. En daar gaan we vandaag aan werken. Pak je werkboek er even bij. Dankjewel. Pak je werkboek er even bij. We hebben hier die kaartjes liggen. Mocht je vragen hebben vandaag in de loop van de dag, zie je er al heel veel liggen. Hier staat een bak. Als je vragen hebt, zet ze op papier. Aan het eind van deze middag zullen Cindy en ik de vragen zoveel mogelijk gaan beantwoorden als in een live podcast. Pagina 49. Nog even over de filosofie van succes. In de jaren dat ik dit heb gedaan, dit werk, en ook de jaren daarvoor, is me opgevallen dat er een soort wet is die ik de wet van omgekeerde evenredigheid noem. De yin en de yang van het leven. Het is altijd met elkaar in evenwicht. Alles is altijd in beweging, de energie waar we gisteren over spraken. Succes en mislukking zijn elkaars tegenovergestelde. Maar je zult ontdekken dat als je het ene heel veel doet, dat het automatisch effect heeft op het andere.
En ik weet niet of je wel eens van haar hebt gehoord, Carol Dweck. Ze heeft een prachtige TED-talk, die zou je eens moeten kijken. Schrijf maar op, TED-talk van Carol Dweck. Ze heeft 30 jaar onderzoek gedaan naar mindset bij kinderen en bij mensen. Duizenden mensen. En daaruit bleek dat intelligentie en denkvermogen niet alleen maar bepaald is door je erfelijkheid. Tijdens haar 30-jarig onderzoek heeft ze kunnen aantonen dat de opvatting die je voor jezelf kiest, de manier van je leven in sterke mate beïnvloedt. Dus jij kunt die mindset bepalen. De op groei gebaseerde mindset vindt zijn oorsprong in het geloof dat hij of zij zichzelf kan ontwikkelen door zich in te spannen. Dus door eraan te werken. En geloof is de belangrijkste alchemist van de geest. Dan belangrijk, pagina 51. Een paar kenmerken van succesvolle mensen. Dit is me opgevallen. De gemeenschappelijke deler van heel veel succesvolle mensen. En of je nou kijkt naar zakenmensen, Richard Branson, Elon Musk, Dan Pena, artiesten, grote sporters. Allemaal hebben ze visie. Ze weten waar ze naartoe gaan. Ze beschikken over een enorme verbeeldingskracht. Begin met het einde voor ogen. Zie het hoe het is, zoals jij wilt dat het moet worden. Ze zijn vindingrijk. Mensen die uiteindelijk bereiken wat ze willen, roepen niet zo snel: ja, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja, ik weet niet hoe. Ik stop er maar mee. Nee, mensen zijn vindingrijk. Er wordt direct gekeken naar hoe kunnen we dit oplossen. Ik heb dit ook moeten leren. Als ik mezelf 10, 15 jaar geleden zou beschrijven, dan gebeurde er iets. Er was een bepaalde situatie bij ons in het kantoor. En vaak is je eerste impulsieve reactie dat je boos wordt. Je reageert, je bent geïrriteerd. Hoe heb jij dat nou kunnen doen? En vervolgens is er 5 of 10 of 30 minuten een discussie over hoe het probleem is ontstaan. Op dit moment, tal van situaties die hebben plaatsgevonden in de loop van mijn leven, heb ik ontdekt dat je beter direct het probleem kunt oplossen en daarna kunt kijken hoe het is ontstaan. Ik zal je een voorbeeld geven. Stel je voor, je loopt op straat en in de verte zie je rook. En die rook komt uit jouw huis. Wat doe je? Je gaat er eerst eens over nadenken, wat er mogelijk gebeurd zou kunnen zijn. Je doet een buurtonderzoek. Je vraagt eens aan de buren of ze iemand gezien hebben die het heeft aangestoken. Je gaat eens binnen onderzoek doen. Of bel je 112. Ik hou mijn voorbeelden expres zo eenvoudig mogelijk. Want dit is wat er in je leven gebeurt. Ga niet eerst onderzoeken wat de oorzaak was van het probleem. Los het op. En als je daarna nog interesse hebt om uit te vinden wat er gebeurd is waardoor dit heeft kunnen ontstaan, zoek het uit. Zoek het uit om ervan te leren om de volgende keer te voorkomen dat het nog een keer gaat gebeuren. Alles in je leven is een leermoment. Ieder probleem op je levenspad is een moment om van te leren. Zorg dat je vindingrijk wordt, dat je creatief wordt. Ik weet dat sommige mensen hebben opgeschreven bij de vraag: wat houd je tegen om te doen wat je wilt? Wat houd je tegen om je mooiste leven te leven? Geld. Geld houd je niet tegen. Het is geen gebrek aan geld. Het is een gebrek aan creativiteit. Je bent niet vindingrijk genoeg om iets te bedenken waarmee je dat geld bij elkaar kunt verzamelen of kunt verdienen. Geld kun je verdienen, kun je lenen. Maar je moet wel creatief zijn om een manier te verzinnen om dat te doen. En er zijn tal van mensen die het doen, dus waarom zou jij het niet kunnen? Als je niet weet hoe, zorg dan dat je mensen vindt, experts, die je dat kunnen leren. Er zijn mensen die dat graag aan je leren. Eenvoudig denken. Een van mijn zakelijke leraar, Wim, die zei altijd: ik heb mijn school niet afgemaakt. En daar had hij gelijk in. Hij heeft 3 jaar op school gezeten. En toch heeft hij meer dan 100 miljoen euro verdiend. Dus voor iedereen die denkt: ik heb niet goed genoeg gestudeerd. Ik was niet goed genoeg op school. Ze vonden dat ik niet slim genoeg was. Ik ben niet intelligent. Er zijn heel veel mensen, als je de quote 500 bekijkt, heel veel mensen
Vooral ondernemers die hun school niet hebben afgemaakt. Bekende namen. Kennen we ze? Bill Gates. Steve Jobs. Zuckerberg. Wie? Ik? Nee, ik heb mijn school wel afgemaakt. Ik heb mijn school afgemaakt. Alleen mijn vader wilde graag dat ik verder ging studeren. Ik heb een diploma. Maar toen ik mijn bedrijf verkocht, toen ik 37 was, toen zei mijn vader wel, dit is dan wel een mooi moment om je studie af te maken. Hij houdt dat nog steeds vol overigens, hij is nu 78. En elke keer zegt hij, ja, maar Mickey, weet je, nu heb je toch wel tijd om toch nog iets te gaan studeren. Ik zeg, pa, dit doe ik elke dag, de hele dag. Dit is wat ik studeer, al mijn hele leven. Eenvoudig denken. Wim leerde mij eenvoudig denken. En Wim die kon een balans, een winst- en verliesrekening op de achterkant van een bierviltje schrijven. Hij zei, Mike, als het ingewikkelder wordt dan dit, dan snap ik het niet. En hieruit kan ik opmaken of het goed gaat met mijn bedrijf. En ik dacht ook, weet je, al die cijfertjes en links en rechts en credit en debit, daar heb je bonnetjestellers voor. Ik ben daar ook niet zo goed in. Ik wil heel eenvoudig met een paar getallen kunnen zien of het goed gaat met mijn bedrijf. En als je een goede ondernemer bent, dan heb je feeling. Dan weet je elke week waar je staat. Maar het is heel belangrijk om zaken meetbaar te maken. En daarom zijn getallen van belang. Daarom hebben bepaalde mensen aversie tegen geld en gewicht. Want dat is meetbaar. Het is vervelend als ik zeg, joh, je hebt 20 kilo overgewicht, daar moet je eens wat aan gaan doen, je moet gezonder gaan leven. Dat is vervelend, dat komt binnen, dat is confronterend. Het is vervelend om te zeggen, als je geldproblemen hebt, betekent dat je niet met geld kunt omgaan. Natuurlijk zijn er situaties in je leven, ik heb ze meegemaakt, dat je even wat geld te weinig hebt. Maar uiteindelijk is het aan jou, als je met geld kunt omgaan, om dat probleem weer op te lossen. En daarom zeggen heel veel mensen, maar ik ben heel spiritueel. Want dat is niet meetbaar. En dan merk je toch in die yogawereld dat er een soort, ik ben een betere yoga dan jij, want ik doe het al langer en ik mediteer een uur per dag en jij maar 10 minuten. Vind ik ook altijd heel boeiend. Het is geen wedstrijd. Maar maak dingen meetbaar. Meetbaar is soms confronterend, maar dan weet je het wel. Als je een 3 krijgt voor een bepaald vak, dan betekent dat je het of niet snapt, ondanks dat je dacht dat je het allemaal wel wist, of dat je gewoon niet goed genoeg hebt geleerd. Ik ken zo iemand van 17 die dit moment eindexamen doet, die ongeveer elke week tegen me zegt, nee, het is hartstikke makkelijk, joh. Nee, het is hartstikke makkelijk. Nee, ik heb het even doorgekeken, hebben we allemaal al gehad. En nee, joh, dat makkie. Ik zeg, nou weet je, volgende week laat ik je dit gesprek even terugluisteren, want het is een herkenbaar patroon geworden. Nou, zo belachelijk. Alleen maar vragen die we nog nooit hebben gehad. Dit hebben we nog nooit behandeld in de klas. Nou, echt belachelijk. En de vraagstelling ook. Ja, weet je, dat sloeg echt nergens op. En het cijfer, ja, net als de hele klas. De hele klas had een onvoldoende. Nou, de hele klas, nou, zeker de helft. De helft? Nou, ja, er waren er een paar die een onvoldoende hadden. Ik zeg, en jij? Bijna voldoende. 4,6. Of nee, 4,4. Maar 4,4 was bijna 4,5. En 4,5 was een 5. En 5 is bijna voldoende. En dit is dus een denkwijze. Het is wel creatief. Dan moet ik hem nageven. En de laatste die ik hier heb opgeschreven vind ik zelf heel belangrijk. Een prettige, positieve persoonlijkheid. Denk even na. Vind je het leuk om te gaan met negatieve mensen? Mensen die altijd maar wat te klagen hebben en te zeuren. Van die vrienden en vriendinnen waarmee je afspreekt, die altijd de ellende van hun leven over je uitstorten. En dat is niet erg, want je wil elkaar helpen. Maar als dat elke keer is, is dat misschien een moment om over na te denken. Want je wil omgaan met positieve mensen. Ook als je een baan zoekt, als je gaat solliciteren, als je met anderen wilt samenwerken, vinden mensen het fijn als je een prettige, positieve persoonlijkheid bent. Belangrijk onderdeel van dit hele programma. Persoonlijke waarden. Luister goed. Om erachter te komen wat je wilt, is het van belang dat je weet wie je bent. Om erachter te komen wat je wilt, is het belangrijk dat je weet wie je bent. Dat lijkt makkelijk, maar zo eenvoudig is het niet.
Weet iemand wat persoonlijke waarden zijn? Wie hebben er meegedaan met de roadmap? Oké, weet je wat persoonlijke waarden zijn? Ja. Persoonlijke waarden vertellen alles over wie je bent. Heel belangrijk. Persoonlijke waarden. Die kunnen iets vertellen over je persoonlijkheid. En feitelijk kunnen persoonlijke waarden je ook helpen bij elke keuze die je moet maken in je leven. Ik zal je een voorbeeld geven. Mijn belangrijke positieve persoonlijke waarden. Gezondheid en vitaliteit. Voor mij het allerbelangrijkste. Zonder gezondheid is er niks. Alles begint met je gezondheid. Met je energieniveau. Vrijheid en onafhankelijkheid. Het is mij duidelijk geworden dat ik altijd van vrijheid heb gehouden. Ik wilde geen baan. Ik wilde niet werken voor een baas. Ik wilde financieel onafhankelijk zijn om altijd te kunnen bepalen wat ik zou doen met mijn leven. Elke ochtend kunnen opstaan om zelf te kiezen wat ik zou gaan doen. Ik wilde kunnen gaan zeilen met mijn boot. Daar had ik geld en tijd voor nodig. Vooral tijd. Meer tijd dan geld. Dus dit is voor mij het meest belangrijke. Vrijheid en onafhankelijkheid en gezondheid, energieniveau, vitaliteit. Verder innerlijke rust. Ik heb een lange periode in mijn leven geleefd met heel veel stress. Persoonlijke problemen in mijn privéleven. Zakelijk onder grote druk gestaan. Ik moest altijd maar presteren. Ik wilde veel geld verdienen, keihard werken, weinig slapen, veel te veel drinken, slecht leven, erg ongezond. Tot ik tot inkeer kwam en dacht, ik heb innerlijke rust nodig. Zoals heel veel van jullie ook hebben bedacht, hoe krijg ik die rust in mezelf terug? Innerlijke rust is voor mij een belangrijke persoonlijke waarde geworden. Er zit ook een volgorde in, dit is de volgorde. Liefde en compassie. Zou ik misschien 20 jaar geleden ook niet zo over na hebben gedacht. Maar ik heb ontdekt dat alles draait om liefde. Alles is liefde. Dus daarom staat liefde erg hoog in mijn lijstje. Plezier en gelukkig zijn. Ik vind het belangrijk om plezier te maken. Eigenwaarde. Groot gebrek aan eigenwaarde. In de maatschappij. De meeste mensen hebben geen eigenwaarde. Zijn niet verdraagzaam. Weten niet wie ze zijn. Daarom heb je veel problemen met jezelf. Ga je andere mensen pleasen. Durf je niet te vragen wat je waard bent. Eigenwaarde is van groot belang. Daar gaan we het over hebben. Dankbaarheid. Waar we het gisteravond na de meditatie uitgebreid over hebben gehad. Leef vanuit dankbaarheid. Alleen als je leeft vanuit dankbaarheid kan de wet van de aantrekkingskracht voor je werken. Alleen als je leeft vanuit dankbaarheid zul je kunnen vragen en kun je ontvangen. Anders is het hebzucht. Maar ook financieel en zakelijk succes vind ik belangrijk. Absoluut. Zeker. Ik hou van een luxe leven. En daarom hou ik ervan om veel geld te verdienen. Niet voor het geld. Ik spaar geen geld. Ik vind het heerlijk om het weg te geven aan mensen die het nodig hebben. Maar ik vind het ook heel prettig om het te besteden aan mezelf. Om leuke dingen te kunnen doen. Verantwoordelijkheid nemen. Voor jezelf. Vooral voor jezelf. Mentaliteit. Klein voorbeeld. Stel je voor. Je staat op een toilet. En je ziet dat iedereen van die doekjes waarmee je je handen kunt afdrogen, niet in die weggooibak gooit, maar alles valt daaromheen op de grond. Wat doe je? Je kunt denken, ik heb het niet gedaan, dus ik hoef het niet op te ruimen. Je kunt denken, wat een asociaal volk. Dat iedereen het achter zich aan pleurt. Net zoals de hele wereld alles maar achter zich aan pleurt en er één grote tyfuszooi van maakt hier op aarde. Maar ja, het is niet mijn probleem. Of je denkt, nou ja, ik heb het niet gedaan. Maar ik hou van schoonheid. Weet je wat? Ik pak die rommel op en ik ruim het op. En ik kan je vertellen. Dit is waarmee ik rijk ben geworden. Door de shit van anderen op te lossen. De shit van anderen op te ruimen. Hier begint het mee. Als je op het toilet zit en je ziet dat het rolletje op is. Dat je denkt, weet je wat? Ik vervang die playrol. En het klinkt heel eenvoudig en dat is het ook. Maar dit is waar de meeste mensen zich te goed voor voelen. En als je je hier te goed voor voelt, is de kans klein dat je succesvol wordt in de grote dingen. Want als je de kleine dingen niet aan kunt en daar geen verantwoordelijkheid voor neemt en denkt, ja, het is niet mijn probleem, dan is het ook niet jouw succes. En daarom vind ik verantwoordelijkheid heel erg belangrijk. Het zijn kleine dingen die je groot maken. En uiteindelijk wijsheid en intelligentie. Altijd blijven leren. Altijd blijven leren. Hoe meer ik leer, hoe meer ik ontdek dat ik niks weet.
En dat maakt het zo fijn, want daardoor kun je meer en meer blijven leren. Dit zijn mijn persoonlijke waarden. Nu ben ik benieuwd naar jouw persoonlijke waarden. We geven je 10 minuten de tijd om daar eens even rustig over na te denken. Ik heb op pagina 53 heel veel voorbeelden. Vrijheid, onafhankelijkheid, comfort, creativiteit, respect, erkenning, dankbaarheid, vriendelijkheid, vreedzaamheid, spiritualiteit, beleefdheid. Wat is voor jou belangrijk in je leven?